Hallo kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering hier bij de Shadow Warriors. Mijn naam is Lars en ja, ik had al een opname gedaan, alleen die is een beetje fout gegaan met bepaalde programma's. Nu gebruik ik even Fraps voor de zekerheid dat het niet weer fout kan gaan. Ik sta hier voor het stafbord. Jullie zien het goed. We hebben natuurlijk Athletic Squirrel, is co-owner, het moderator Evie het Voske, als ik het zo goed zeg. Co-owner DAWarkMSNL. Nou, we hebben nu nog twee YouTubers nodig. Er zijn er nieuwe ranks, komen ook nieuwe kids bij. Admin Twan, ik, owner, Skullkiller, mod Bram. Er zijn de proefmoderators. Evie het Voske, dat is de hoofdmoderator. Die gaat over de proefmoderators weer. En de helpers, zo'n beetje. Ik maak het even dag. De warps die werken op dit moment eigenlijk nog niet echt. Dus dan kun je gewoon letterlijk gewoon slash warp doen. Slash warps. Ja, dan zie je dat. Zo'n beetje. Hier hebben we de regels. Dan weet je dat ook in ieder geval. Mag geen hex gebruiken, want dan is een permanente ban. Dus dan moet ik mezelf eigenlijk ook bannen, maar ja. Omdat ik nu alleen ben, kan ik het gewoon aanzetten. Deze doet het binnenkort ook. Die staat daar eigenlijk. Dat is een beetje daar. Hier zo. Ik kan niet dichterbij, want er staan barriers omheen. Natuurlijk, je kan er niet slopen. Daar is juist leuks van. Ja, we zoeken eigenlijk gewoon bepaalde YouTubers. We zoeken ook heel veel spelers die hier kunnen opspelen. Gewoon veel plezier hebben. Want we proberen zo'n beetje factions weer een beetje terug te krijgen. Je kan gewoon letterlijk met je vrienden hier gewoon opspelen. Gewoon je eigen basis bouwen. De regels zijn natuurlijk voor factions. Je mag grieven, je mag raiden. Je mag gewoon de gekste dingen doen die je mezelf wilt. Alleen je mag niet hacken. Dat is het enigste. En ja, als er gewoon iets is, je kan gewoon altijd bij de staf komen. Wij gaan je helpen. Als een stafmember je probeert te killen of wat dan ook met bepaalde commands, maak er gewoon een screenshot van, maak bewijs van. En wij komen er sowieso op af. En ik hoop dat deze informatievideo een beetje goed is voor jullie. Dan wil ik in ieder geval zeggen, geef een like op deze video. IP zet ik hieronder. Abonneer even op mijn kanaal en zet in ieder geval wat in de beschrijving. Gewoon in de comments wat jullie van deze video vinden. Erop. Ik denk dat ik hier zelfs nog een serie van ga maken. Dat ik ook nog een preview laat zien van de nieuwe spouw. Want dit is nu de kleine spouw en ik heb het zelf gebouwd. Ik ben er best wel trots op. Alleen ja, hij is wel klein. Klein maar fijn zeggen ze altijd. Dan was dat eigenlijk. Doe in ieder geval een like. Abonneer even op mijn kanaal. Als we de 150 subs hebben, dan ga ik wat weggeven. Ook wat voor de giveaway, noem maar op. Allemaal van zulke dingen. En ja, nog een fijne dag nog.